De Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, heeft vanmorgen een workshop georganiseerd met als thema de rol van de docent in het proces van accreditatie. De workshop is gehouden in de zaal van Lala Roek. Volgens Jane Kolff-Berggraaf, directeur van AHKCO, is het belangrijk dat je als opleiding weet waar je staat en waar je naartoe gaat. AHKCO is bijkans 3 jaar teruggestart met de voorbereiding van het proces tot het accrediteren van de verschillende opleidingen. Er was eerst een voorbereidingscommissie. Uiteindelijk is er een kwaliteitszorgcommissie ontstaan en uiteindelijk hebben we gezien van willen we verder gaan, dat we toch met professionals moeten werken om in elk geval ook de docenten bewust te maken van hun rol. En dus dat is het resultaat vandaag, dat we met elkaar bij elkaar zijn en dat we gaan brainstormen, kijken naar onszelf in dat proces, want dat is absoluut belangrijk. Vaker onderschatten we dat stukje, we denken we zijn al docent, maar die constante groei, die persoonlijke groei, maar ook die professionele skills die we steeds aan moeten scherpen, zijn ontzettend belangrijk. En wat duidelijk naar voren komt, is het samen doen. Die betrokkenheid van ieder. Het kan niet zo zijn dat de administratie los is van dus de docent. Het gaat erom dat het totale moet zijn en uiteindelijk moeten we zorgen dat we die richting gaan van accreditatie. Gracia Fallies Ormskerk, directeur beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, geeft aan dat het beleid van het ministerie is dat het onderwijs vanaf het primaire tot het tertiaire wordt gewaarborgd. Cynthia van Klaveren, voorzitter van de examencommissie, zegt dat zulke meetmomenten goed zijn, zodat je weet hoe verder te gaan. De beoordeling zal geschieden aan de hand van vraag die gesteld wordt, de vereisten die gesteld worden per opleiding. En daarvoor gaat SNTA zorgen dat dus dat wel op gelijke niveau komt. Dus de school of de opleiding zal sowieso eraan moeten gaan werken om de competenties binnen de levels op te vezelen en dan die te laten matchen met wat er dus gevraagd wordt. We praten al zo lang over de accreditatie. Maar het is goed wanneer er van buiten samen wordt gekeken naar waar staan we, wat moeten we allemaal nog doen om het moment te bereiken waarop we kunnen zeggen we zijn geaccrediteerd. Dus ik ervaar het als een heel belangrijk moment, heel leerrijk en tot nu toe mag ik zeggen dat we heel veel hebben gehad aan wat voorbij is gekomen. Ik moet zeggen, als je weet wat kwaliteit is en als je ook weet dat je als opleiding verplicht bent om te voldoen aan bepaalde eisen die worden gesteld, dat je niet anders kan dan enthousiast zijn. En zoals we van de inleiders hebben meegekregen, is het niet iets van mij alleen. Het is iets van ons allemaal. Als we met z'n allen ervan bewust zijn dat we vanuit onze verschillende disciplines, onze mogelijkheden, een bijdrage kunnen leveren, heb ik nog zin erin, ja. Ik sta er niet alleen voor. De AHKCO mag nu subsidie aanvragen bij het ministerie om zaken sneller af te kunnen krijgen. De eerste opleiding die zal worden geaccrediteerd is social work. Directeur Kolff-Berggraaf blijft echter realistisch en hoopt dat de eerste accreditatie binnen 3 jaar een feit zal zijn.